Dit zijn Sjaak en Remo. Twee goede vrienden die samen de laatste voorbereidingen treffen voor een flinke rit. Ze rijden binnenkort mee met de Amsterdam Dakar Challenge met een ambulance die ze daarna doneren aan Gambia. Sjaak was op vakantie in Gambia en zag daar de slechte staat van de ziekenhuisvoorzieningen. Hij kwam toen op het idee om deze unieke donatie te doen. Tijdens dat bezoek in het ziekenhuis zagen wij een oude auto staan met een matras erachterin, wat daar functioneerde als een soort van ambulance. En zo is het idee ontstaan om hier een ambulance te kopen en daar naartoe te brengen. In totaal duurt de tocht zo'n 3 weken en daar horen ook flink wat kilometers bij. Nou, de reis is iets van 7500 kilometer naar Dakar. Daar krijgen we denk ik zo'n 21, 22 dagen de tijd voor. En dan nog 300 kilometer erbovenop om in Banjul te komen, Gambia. En daar de auto uiteindelijk te doneren aan een lokaal ziekenhuis. Op dit moment zitten heel veel mensen daar natuurlijk zonder vervoer. Het hospitaal waar wij deze ambulance gaan doneren bedient 48 dorpen. Je kan je voorstellen als je 40, 50 kilometer van het hospitaal vandaan woont, dan pakt men een ezeltje, een karretje en legt daar een matras op. En die meneer die legt dan zijn vrouw op dat karretje en die gaat met ezel en karretje 40 kilometer naar het ziekenhuis en weer terug. In deze ambulance kunnen die mensen gewoon normaal opgehaald worden en kunnen ze behandeld worden. De ambulance zelf functioneert daar meer als vervoer voor het ziekenhuis. Er wordt dus geen medische zorg verricht. Jullie overnachten ook in de ambulance volgens mij, toch? Ja, dat is inderdaad de opzet. We hebben een houten frame getimmerd achterin de ambulance over de brancard heen. En daarop een matrasje en een dekbedje. En daar zullen we de nachten doorbrengen inderdaad. Oké, nou dat is hem dus. Hier gaan we 3 weken slapen, Sjaak. Ja, we hebben het erin getimmerd en een beetje dicht bij elkaar, hè? Eigenlijk wel. Ik vind het wel gezellig. Ziet er goed uit. Maar aan welke kant wil jij liggen eigenlijk? Ik ga hier in het blauw. Ik lig thuis altijd links. Moeten we ruilen. Of er ik mezelf al op. Waar leg jij nu in zit? Slaat het een beetje lastig. Elke donatie komt bij het goede doel terecht. De reiskosten en eventuele hotelkosten betalen de mannen zelf. Inmiddels is er al ruim 6.500 euro opgehaald door particulieren. En inclusief sponsoren komt het bedrag uit op iets meer dan 20.000 euro. Jullie zijn natuurlijk nog steeds op zoek naar donaties. Hoe kunnen mensen jullie daarbij helpen? Door te doneren natuurlijk. En dat kan, ga naar onze website www.wheelsforrescue.nl. En daar zit een knop en dan doneren. En elke donatie is van harte welkom. En mensen die kunnen dus doneren, maar ze kunnen jullie volgens mij ook volgen. Hoe werkt dat precies? Via de app Polar Steps. En als je daar zoekt op Wheels for Rescue en je meldt je aan, dan zul je onze hele reis kunnen volgen. En nog een paar kleine dingetjes, raamsverduistering, pottenpannen. We moeten nog ruimte gaan zoeken waar we onze spulletjes kunnen opbergen. Dus we moeten vakjes gaan maken, maar het meeste is wel voor elkaar ondertussen. De start is op 2 november, dan rijden de heren mee met Amsterdam Dakar. Daarna door naar Banjul in Gambia om de wagen daar achter te laten. De minister van Volksgezondheid komt langs, de tv komt langs. Dus ja, we verheugen ons er wel op dat een ware happening gaat worden. Ja.